Laat ik er ook bij zeggen dat ik als metafysicus ook vooral geïnteresseerd ben in allerlei metafysische en epistemologische dimensies die aan dat spelbegrip vastzitten. Dus daar wil ik in deze voordracht in het bijzonder wat aandacht aan besteden. Laten we eens kijken hoe we dat gaan doen. Ik wil beginnen met een korte schets van de filosofische context waarin Gadamer en waarin daarmee de wijsgerige hermeneutiek de kwestie van het spel op de agenda zet. Opmerkelijk is dat het spel bepaald geen gelegenheidsonderwerp is. Het is geen marginaal fenomeen wat Gadamer denkt, oh, dat wil ik ook nog een keertje bespreken. Nee, het biedt hem de geprivilegeerde toegang om tot een andere opvatting van de kunst te komen. En in het verlengde daarvan van de cultus ook en van het ritueel. Maar voordat we daar zijn, voordat we kunnen duidelijk maken wat hij daar dan ziet in het kunst als spel, in het kunstspel, wil ik eerst iets zeggen over de specifieke toegang die via de notie van het spel wordt geopend. Er wordt heel duidelijk gezegd dat in die nieuwe opvatting die Gadamer naar voren brengt, ligt, in die nieuwe opvatting van de kunst, ligt niet langer het primaat bij wat hij noemt het esthetisch bewustzijn. Dat tot een smaakoordeel moet komen. En waarvoor het kunstwerk bijvoorbeeld in de eerste plaats wordt genoten als beleving van het vrije spel, opnieuw spel trouwens, tussen de cognitieve vermogens, zoals we dat bij Kant kunnen vinden. Nee, zegt Gadamer, we willen vanuit die notie van het spel proberen te begrijpen waarom, en dit zijn zijn woorden, de zijnswijze van de kunst, de wijze waarop de kunst is en bestaat, als spel begrepen kan worden. En de zijnswijze van de kunst, ik denk dat hij daar vooral mee bedoelt, de interactie tussen kunst en kunstgenieter of kunstbeschouwer. Nou, dat is de directe context waar Gadamer over dit thema spreekt. Maar laten we nog ietsje breder trekken, de context. En daarmee sluit ik denk ik aan bij een aantal opmerkingen die eerder vandaag al gemaakt zijn over het ego en over het ik. En over de rol die dat ego en het ik en het individu in de moderne tijd krijgt. En die vraagstelling heeft natuurlijk ook binnen de context van de metafysica en de epistemologie een hele specifieke rol. Nou, wie enigszins vertrouwd is met de overgang van de moderne obsessie met het subject en het bewustzijn naar de door Heidegger geïnspireerde filosofische hermeneutiek, die kent ongetwijfeld de noemers waaronder deze overgang vaak aan de orde wordt gesteld. Namelijk als een van epistemologie, van kenleer, naar ontologie. Of van subject, kennend subject, naar er zijn, Dasein. Wat Gadamer's reflectie op het spel zo intrigerend maakt, is dat hij het alternatief dat zich met Heidegger aandient onder de noemer van het spel tracht te begrijpen. Dus je ziet dat voor Gadamer die notie van het spel biedt het kritisch potentieel om een alternatief te bieden voor het primaat van het subject, primaat van het ego, primaat van het individu, waar de moderne tijd zo door gekenmerkt wordt. Dus hij brengt het spel in als een alternatief daarvoor. En dus zou je misschien wel kunnen zeggen, precies dankzij wat Gadamer doet, dat die decentrering van het subject zich paradigmatisch laat illustreren aan de hand van het spel. En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Want in een spel zijn immers de spelers niet het subject. Het spel spelen is immers ook altijd door het spel gespeeld worden. Dat wil zeggen zich aan de gang van het spel overgeven. De speler is niet het subject die daar heer en meester is over wat er allemaal gebeurt. Het subject buigt zich ergens over en vormt zich daarover vervolgens een oordeel. Of dat nu een moreel oordeel is, een esthetisch oordeel of een kenoordeel. De speler daarentegen is opgenomen in een gereguleerd, er zijn altijd regels van het spel, maar een gereguleerd heen en weer, een gereguleerde heen en weer beweging die karakteristiek is voor het specifieke spel dat dan gespeeld wordt. Die heen- en weerbeweging kan een beweging tussen spelers zijn, zoals in het schaakspel.
Maar kan ook een heen en weer beweging zijn tussen een speler en het object waarmee gespeeld wordt. Zoals het favoriete voorbeeld van het kind dat met een bal speelt en dat we vandaag misschien moeten inwisselen voor de games die kinderen het liefst spelen op tablet, telefoon of spelcomputer. Het spel biedt ons dus een manier, en dat is voor mij zeg maar, de epistemologische, metafysische invalshoek. Het spel biedt ons dus een manier, en misschien wel een paradigma, om te begrijpen dat de mens zich niet in de eerste plaats tegenover de werkelijkheid, of tegenover de kunst, wat Gadamer's voorbeeld hier is, opstelt als subject om het te beoordelen, maar er allereerst in betrokken is, als een speler in het spel. Een speler staat niet tegenover het spel om het te beoordelen, maar is erin opgenomen. Als deelnemer en gaat, en dat is al een paar keer eerder gezegd vandaag, gaat als het goed is ook volledig op in dit spel en in dit spelen met buitengewone ernst. Zelfs als de speler zich ervan bewust is dat het gespeelde spel niet het dagelijks leven zelf is. Die laatste toevoeging betekent natuurlijk niet dat een spel niet een specifieke relatie met die alledaagse werkelijkheid kan onderhouden. In spelsituaties kunnen we ons immers trainen of onszelf technieken aanleren die we in alledaagse situaties kunnen inzetten. Maar ook het specifieke kunstspel waardoor Gadamer zich laat leiden, zoals we straks zullen zien, onderhoudt een intrinsieke relatie tot die alledaagse werkelijkheid. Wanneer we zo de aandacht verschuiven van bewustzijn naar speler, van bewustzijn naar spel, komen we erachter dat het eigenlijke subject niets anders dan het spel is. En dat spel manifesteert zich in de voltrekking ervan door de spelers. Hier zit ook, denk ik, bij Gadamer heel sterk de nadruk op het performance karakter. Gadamer benadrukt dat heel sterk. Het spel is er alleen als het gespeeld wordt. Er kunnen spelregels op papier gezet worden en we moeten soms die regels eerst lezen, alvorens we bijvoorbeeld een nieuw bordspel kunnen beginnen te spelen. Maar wat die regels inhouden, welke mogelijkheden ze bieden en tot welk spel ze leiden, daar komen we alleen maar in het spelen zelf achter. Het spel, zodra het gespeeld wordt, genereert zichzelf. En doet ook niets anders dan alleen zichzelf tot verschijning brengen. En daarin is het volledig en compleet, want het spel beoogt niets buiten zichzelf en staat niet ten dienste van iets anders, is nergens anders nuttig voor. In dat opzicht sluit Gadamer ook aan bij dingen die al eerder gezegd zijn. Dat betekent, een spel kan natuurlijk wel ergens nuttig voor zijn. We kunnen sporten en als we sporten, dat draagt dat ongetwijfeld bij aan onze gezondheid, althans sommige sporten. Maar als spel heeft het niet dat doel. En ook in het spel waarin we bijvoorbeeld alledaagse werksituaties naspelen, ik moest weer op cursus de laatste tijd, heeft het weinig zin om als speler gericht te zijn op het doel waarmee de werkgever ons dit spel laat spelen. Precies als we dat doen, nemen we het spel niet meer als spel serieus. Het spel dat gespeeld wordt is dus niets anders dan de vervaardiging en de verschijning of de uitbeelding van zichzelf. Dat zijn de termen die Gadamer gebruikt. Dat klinkt in eerste instantie wat enigmatisch misschien. Het is de zelfvervaardiging en de zelfuitbeelding. En daar moeten we even dieper op ingaan. Wat bedoelt hij daar precies mee? Gadamer die weet dat met één woord te zeggen, het Duitse woord darstellung. Toen ik met Mark Wildschut, de vertaler van de Waarheid op Methode, sprak, en die vertelde hij dat hij eigenlijk niet wist hoe hij in vredesnaam dat Duitse woord moest vertalen. En dat het vertalen van Gadamer blijkbaar veel ingewikkelder was dan het vertalen van Heidegger. Omdat Heidegger een soort zuiver taalgebruik heeft. Ook al als bij eerste lezing heb je misschien juist niet die indruk. Of althans, je hebt misschien de indruk dat Gadamer veel eenvoudiger is dan een Heidegger. Maar dat blijkt in het gebruik van de taal misschien toch niet zo helemaal te zijn. Daarstelling betekent dus tegelijkertijd vervaardiging en uitbeelding. Of die keuze voor deze term onschuldig is of niet, en of dat het spelbegrip niet in een bepaalde richting duwt, daar kunnen we met elkaar over spreken. Dat wil ik nu even niet doen. Ik wil even Gadamer volgen. En laten zien hoe juist deze bepaling van het spel hem in staat stelt om iets te zeggen over kunst als schouwspel en kunst als cultusspel.
Dus laat ik nog even samenvatten. Binnen de hermeneutische fenomenologie is het spel als zodanig paradigmatisch voor de decentrering van het ego en van het subject en bepaalt daarmee de betekenis van wat in de literatuur de ontologisering is gaan heten, maar waarvan we nu weten dat het niets meer en niets minder is dan het volgende. Alvorens de mens een oordelende houding kan innemen ten opzichte van wat zich dan ook maar aandient in de wereld, is de mens altijd al betrokken in een heen- en weerbeweging met wat zich aandient. En dit zouden we als een betrokkenheid in het spel kunnen karakteriseren. Ja, en om misschien nog een andere auteur hierbij te noemen, het latere werk van Agamben over wat hij gebruik noemt, is eigenlijk iets soortgelijks. Een heen- en weer beweging tussen de gebruiker en datgene wat gebruikt wordt. De gebruiker is daarin nooit in de meesterpositie. En daar waar hij dat wel is, is er sprake van een soort verval voor Agamben. Maar het spel laat ons dat ook denken. En misschien als een tussenmoment, even als een kleine interruptie. Van wat houdt dat nou in als we zeggen dat het spelen zichzelf voortbrengt en dat er iets in het spel gegenereerd wordt wat buiten dat spel helemaal niet zo gegeven is, wil ik even naar een passage uit hoofdstuk 8 over de verbeelding kijken van Huizinga, om aan te geven hoe daar ook een link ligt, niet alleen naar de kunst, maar ook naar de religie. Dat is op pagina in deze editie, met alleen maar plaatjes en geen voetnoten, op pagina 197, daar wordt er gesproken over Franciscus van Assisi. En de omgang van Franciscus van Assisi met de bruid, armoede, wordt beschreven door Huizinga als een spel. En wat betekent dat nou? Sint Franciscus van Assisi vereert zijn bruid, de armoede, met de heiligste innigheid in vrome vervoering. Stelt men de nuchtere vraag of hij geloofde aan een geestelijk wezen, een hemeling armoede genaamd, een wezen dat derhalve dat werkelijk de idee der armoede was, dan hapert ons antwoord. Reeds met het stellen van de vraag in zulke nuchter logische termen heeft men de gevoelsinhoud der voorstelling geforceerd. Die armoede is daar alleen in het spel. Dus misschien is dat ook een aanleiding om na te denken over die verhouding tussen het sacrale en het spelen. Het spel is misschien in eerste instantie de plek waar het heilige verschijnt, waar het zich voordoet. Die Franciscus van Assisi ziet de bruid armoede alleen daar in dat spel verschijnen. Dat spel is dus niets anders dan die zelfpresentatie van de heilige en tegelijkertijd de vervaardiging, want we kunnen die bruid niet zomaar ergens anders in die werkelijkheid aanwijzen. Nu, wat voegt de begripsbepaling van het spel in termen van zelfvervaardiging en zelfuitbeelding precies toe? In de eerste plaats impliceert deze bepaling dat het spel niet alleen gespeeld wordt door de spelers en dus een in zichzelf gesloten werkelijkheid is. Voor zover er iets uitgebeeld wordt en er dus iets verschijnt, is het mogelijk dat het voor iemand uitgebeeld wordt. En zo komt Gadamer ook op het spoor van het idee van het theater, waar de toeschouwer een specifieke rol heeft. Het kind speelt alleen voor zichzelf met een bal en mocht een ouder als toeschouwer dit spel liefdevol gadeslaan, dan is dat in zekere zin toeval, want zo was het niet bedoeld. Dat kind speelt dat voor zichzelf. Maar het is een toeval dat als mogelijkheid altijd al in de aard van het spel als zelfpresentatie of zelfuitbeelding besloten ligt. Maar er zijn ook spelen waar die positie van de toeschouwer niet alleen maar toeval is. In het schouwspel, in het cultusspel, staat de uitbeelding voor iemand cruciaal. Een toneelspeler speelt niet alleen maar het toneelspel, maar speelt bovendien voor de toeschouwer. Omdat in het toneelspel de toeschouwer iets toegespeeld krijgt, kan juist in het toneelspel het spel als zodanig in zijn geheel als dit ene spel verschijnen. En krijgt het spel bovendien een ander karakter. En Gadamer gebruikt in deze context zelfs de term verwandlung, metamorfose. Daar waar we met elkaar alleen maar spelen, dat is een ander soort spel dan daar waar toneelspelers met elkaar voor een toeschouwer iets spelen.
Er ontstaat in feite een ander spel met een andere deelnemer. En het spel dat zo ontstaat, dat is nog niet het spel waar Henk naar verwees, van de buitenstaander die als die buiten het spel staat kan kijken dat dat spel toch wel een bepaalde functie heeft. Namelijk bijvoorbeeld in het stichten van een gemeenschap. Dat is een soort van sociologisch buitenperspectief dat je dan zou kunnen innemen. Dat is niet de wijze waarop de toeschouwer zich verhoudt tot het toneelspel. En dat is precies wat er voor Gadamer op het spel staat. Wat is die positie van de toeschouwer dan precies? In de metafysica, ik zei het al, ik ben geïnteresseerd precies om die lijn wat uit te werken. In de metafysica, zeker in klassieke vormen ervan, gaat het dikwijls over een bepaalde vorm van schouwen of aanschouwen van de meest elementaire of ware zijnden waarop onze werkelijkheid teruggaat. Deze vorm van contemplatie wordt in het Grieks tot uitdrukking gebracht met het woord theoria. En dat woord gaat terug op theoros. Een woord dat niet verwijst naar iemand die aan het contempleren is, maar dat in oorspronkelijke zin verwijst naar een lid van een feestdelegatie. En wiens functie er hoofdzakelijk in bestaat er domweg bij te zijn. Dat wil zeggen, domweg bij het feest te zijn en zo aan deel te nemen, zonder dat er een verdere bijzondere taak hoeft te zijn weggelegd voor deze deelnemer. De notie van er zijn of erbij zijn, wat we natuurlijk vanuit Heidegger als Dasein, heeft die notie een hele pregnante betekenis gekregen, die krijgt hier de hele elementaire zin terug van er domweg bij te zijn. De toeschouwer van een schouwspel of een cultuspel is in feite zo'n soort deelnemer. In deze beschouwing is de toeschouwer dus uitdrukkelijk niet degene die buiten het schouwspel staat en die zich er tegenop overop stelt, maar is er zelf in opgenomen, is zelf een speler als deelnemer. En dat zien we door de wijze waarop het schouwspel de toeschouwer op allerlei manieren kan aandoen, kan affecteren. En hetzelfde geldt voor het cultusspel, dat dikwijls een schouwspel is, maar misschien mogen we ook, om de protestantse traditie en woordverkondiging niet bij voorbaat uit te sluiten, zo'n spel ook begrijpen als een hoorspel en de toeschouwer als een toehoorder. In de voltrekking van dat schouwspel of dat hoorspel wordt de toeschouwer of de toehoorder aangesproken. Nou, laat ik één citaat geven van Gadamer. Hij schrijft, het is het gespeelde spel dat door zijn uitbeelding de toeschouwer aanspreekt. En dat op zo'n manier dat de toeschouwer daar, ondanks alle afstand die hij er als toeschouwer tegenover inneemt, toch deel van uitmaakt. Einde citaat. De toeschouwer wordt dus een soort van tussenfiguur tussen iemand die er domweg buiten staat en iemand die er zoals een toneelspeler in het spel is opgenomen. De toeschouwer beoordeelt niet in eerste instantie, maar we vinden in de toeschouwer een samenspel van distantie en betrokkenheid. De toeschouwer staat op afstand voor zover de toeschouwer niet speelt, zoals de toneelspeler of de priester die de verrichtingen van het schouwspel of het cultuspel voltrekt. Maar deze afstand wordt niettemin gekenmerkt door betrokkenheid en engagement. En dus niet door neutraliteit of door een bepaalde vorm van belangeloze nieuwsgierigheid. Aristoteles' bepaling van de tragedie kan ons hierbij nog een beetje meer helpen. Want voor Aristoteles vormt de toeschouwer een cruciaal onderdeel van de tragedie. En daardoor kan hij laten zien welk spel zich precies afspeelt tussen tragedie en toeschouwer. Het opgevoerde stuk laat de toeschouwer immers niet koud, maar betrekt de toeschouwer bij het toneelspel. Daarbij is overigens het cruciale punt niet zozeer dat de tragedie een innerlijke dispositie bij de toeschouwer teweeg brengt, wat dan medelijden heet of vrees heet. Maar het gaat er juist om hoe deze stemmingen de reactie en het antwoord van de toeschouwer als speler zijn. Het medelijden is te horen in de jammerklacht of de weeklacht die de toeschouwer slaakt als hij ziet wat er gebeurt. En de angst is te zien in de huivering die zich meester maakt van de toeschouwer. We vinden hier dus een daadwerkelijk heen en weer beweging tussen toeschouwer en spel.
En daar waar de toeschouwer vaak gezien wordt als degene die buiten het spel staat, probeert Gadamer te laten zien van nee, dat is, dan heb je niet begrepen hoe er een interactie is tussen toeschouwer en spel. Theoria is dus helemaal geen activiteit, maar is in de eerste plaats een vorm van deelname, van iets ondergaan. Het is een pathos waarbij, interessant genoeg, de toeschouwer in eerste instantie helemaal buiten zichzelf is. In zekere zin leidt de toeschouwer aan zelfvergetelheid, omdat de toeschouwer helemaal toegewijd is aan en in de ban is van datgene wat zich in het spel aanbiedt. En deze aanspraak die het spel maakt op de toeschouwer en waarop de gestemde reactie van de toeschouwer antwoordt, markeert het heen en weer spel tussen toeschouwer. De heen en weer beweging tussen toeschouwer en spel. Voor het spel blijkt daarmee cruciaal de voltrekking, dat het spel voltrokken wordt, zodat de toeschouwer werkelijk gelijktijdig is met het spel. En wat ik daarmee bedoel, om dat duidelijk te maken, kan ik eenvoudigweg wijzen op het verschil tussen het lezen van een tekst van de tragedie en het daadwerkelijk aanwezig zijn bij de opvoering ervan. Alleen in de opvoering is het toneelspel er werkelijk en helemaal. Alleen als het gespeeld wordt, is het er. En alleen als we erbij zijn, zijn we er werkelijk getuige of toeschouwer van en zijn we erin opgenomen. Het spelen is hier cruciaal. Evenals de specifieke waarheidsaanspraak die er zo van het toneelspel kan uitgaan. En daarin verschilt Gadamer misschien wel van Huizinga. Als Huizinga, als hij beschrijft hoe die bruid armoede van Franciscus van Assisi alleen maar daar is, dan neigt die beschrijving neigt er toch om te zeggen, eigenlijk is het niet echt zo. En als je dat, hij geeft nog wat andere voorbeelden die dat ook suggereren. Dus alleen maar op het niveau van het alsof zijn we daar bezig. Nee, Gadamer die gaat een stap verder. Wat er in de uitbeelding geschiedt, daar zit een waarheidsaanspraak. De verzuchting, zo is het, waartoe de toeschouwer van de tragedie wordt gebracht, laat zien dat het toneelspel weliswaar de alledaagse werkelijkheid niet is, maar niettemin de waarheid van deze alledaagse werkelijkheid kan doorgronden, zodat de toeschouwer er zijn of haar eigen leven in kan herkennen. Preciezer gezegd, omdat het toneelspel scherper en vollediger kan uitbeelden, dat is de winst van de mimesis of de imitatie het is, komt de toeschouwer door de bijzondere balans van distantie en betrokkenheid tot zelfinzicht. En in vergelijkbare zin is het goddelijke of het heilige er misschien in de opvoering van het cultusspel. Het cultusspel stelt de toeschouwer in staat om gelijktijdig te zijn met het goddelijke of het heilige als een dimensie van de werkelijkheid die in de alledaagse beslommeringen alleen in verdunde vorm ervaren kan worden. Goed. Ik ga nu een punt zetten achter mijn voordracht. Ik hoop dat ik hier een aantal dingen heb kunnen zeggen waarmee we misschien verder samen kunnen nadenken over wat een cultusspel is en wat die bijzondere positie van de toeschouwer is tussen de subjectpositie die oordeelt en de speler die helemaal alleen maar opgaat in dat spelen zelf. Dank u. Ja, dankjewel. Goed dat je het gesprek hebt uitgekeken. Daardoor blijkt wel dat je ervan houdt om verdiepende gesprekken te beluisteren en te bekijken. Overweeg nu ook om lid te worden van ons kanaal op YouTube. En maak even de melding via het belletje, zodat jij ook doorhebt wanneer er een nieuw gesprek is gepubliceerd. Kijk ook rond in de meer dan 1000 andere gesprekken die we hebben gevoerd, om te zien wat daar nog bij zit voor jou. En wil je ons echt steunen om het talkshowlandschap opnieuw te claimen en ruimte te maken voor het verdiepende gesprek? Doe dan een donatie.